Goedenavond. In het kader van de diversiteit heb ik vanavond mijn das aangehouden voor deze uiteenzetting. En ik hoop dat u op het einde van mijn uiteenzetting, dat als u elkaar terug bekijkt, dat u kunt zeggen, dat wist ik niet van u. Want diversiteit neemt toe naarmate er meer gemengde koppels zijn. Maar het is niet omdat het aantal koppels dat gemengd is in de Verenigde Staten, in Europa, in Azië, het is niet omdat dat aantal toeneemt dat we zeker zijn dat ook de genetische diversiteit hierdoor toeneemt. Maar we zijn in een situatie waar we nu mogelijkheden hebben, gezien de evolutie in de kennis, maar ook een echte revolutie in de technologie, waardoor we specifiek kunnen gaan kijken naar de samenstelling van dat genoom van het individu, naar het DNA van het individu. Dat menselijk genoomproject dat zich tot doel gesteld had van de samenstelling van het DNA, niet zozeer dan wel de volgorde van die vier bouwstenen waaruit het DNA is opgebouwd, van die volgorde over de 2,40 meter DNA die in de kern van elke cel van ons lichaam zit, van die volledig te ontrafelen. En die internationale collaboratie is officieel in 2003 geëindigd en heeft de samenstelling van het menselijk DNA vrij beschikbaar gemaakt op internet. Maar heeft geleid tot een echte revolutie in de technologie die ons toelaat vandaag om precies hetzelfde te doen dan dat menselijk genoomproject waar meer dan 10 jaar voor nodig was, van precies hetzelfde te doen op enkele weken tijd. En niet voor de $3 miljard dat toen gespendeerd werd, maar voor op dit ogenblik 5.000 à 10.000 euro. En de prijzen komen zeer snel naar onder. En bovendien komt er nu apparatuur ter beschikking die relatief goedkoop is. Laat ons zeggen €900 voor zo'n apparaatje dat minder dan een hand groot is en dat op enkele minuten tijd, beweert men, het volledige DNA van een individu kan in kaart brengen. En dat biedt mogelijkheden om precies die diversiteit volledig in kaart te brengen. En er zijn ook een heleboel internationale initiatieven waar men bijvoorbeeld 1000 individuen, gans hun genoom, gans hun DNA wil in kaart brengen en kijken in functie van de medische problemen die ze hebben, de fysische karakteristieken die die individuen hebben, wat de functie is van al dat DNA, want voor het grootste gedeelte weten we dat nog niet. En dus dat 1000 Human Genome Project dat nu volop bezig is, maar dat dankzij de technologie nu toelaat van geen 1000, maar 10.000 individuen van elke oorsprong, van elk continent van deze wereld te analyseren. En dat bovendien ook gestimuleerd wordt door het feit dat er nu in China een grote faciliteit is ontstaan die ook ganse genomen in kaart brengt. Dit levert ons informatie waar we vroeger enkel konden van dromen. Bovendien mogen we niet vergeten dat naast die 2,40 meter DNA die in elke kern van onze cellen zit, dat er ook nog een beetje DNA zit in die kleine energiecentrales. Die zogezegde mitochondriën die in onze cellen zitten, waar we honderden in elke cel van hebben, en waar de zuurstof die we inademen omgezet wordt tot CO2 die we uitademen, waardoor een heleboel chemische energie wordt geproduceerd. Wel, in elk van die honderden mitochondriën zitten kleine ringetjes DNA, 4 tot 10 ringetjes, allemaal dezelfde samenstelling, maar waarvan de samenstelling van familie tot familie kan verschillen. En bovendien, dit is DNA dat we enkel van onze moeder krijgen. Alle kinderen van dezelfde vrouw hebben hetzelfde mitochondriaal DNA, maar ook dat varieert zodanig dat je onderscheid kan maken tussen de verschillende families die afstammen van eenzelfde vrouw. Nu, het DNA-onderzoek heeft ook toegelaten van iets meer te leren over onze oorsprong als Homo sapiens en zelf van nauw verwanten van de Homo sapiens, de Homo neanderthalensis en de Homo denisovan, waarvan resten in Siberië werden teruggevonden. En het is nu duidelijk dat de oorsprong van die Homo sapiens te situeren is op een 150.000, 200.000 jaar terug. En dat ongeveer 60.000, 70.000 jaar terug kleine groepjes uit die oorspronkelijke populatie langs verschillende routes zijn beginnen migreren en gans de wereld hebben bevolkt. Met andere woorden, de ganse wereldbevolking heeft dezelfde oorsprong.
Maar bovendien is nu ook duidelijk, dankzij DNA-onderzoek, dat onze voorouders in die migratietocht de Neandertalers, die voor hen uit Afrika naar Europa en Azië waren gemigreerd, de Denisovan, die hetzelfde had gedaan, die dus ook op voorhand was gemigreerd, dat ze die ontmoet hebben, onze voorouders, dat ze daar zeer vriendelijk mee geweest zijn en misschien een beetje te vriendelijk geweest, want de dag van vandaag vinden we in de meeste bevolkingsgroepen 2-5% DNA afkomstig van die Neandertaler, van die Denisovan, waardoor de diversiteit nog eens gaat toenemen. En bovendien is ook duidelijk geworden, dankzij dat menselijk genoomproject, dat een van de grootste oorzaken van variatie in de individuele samenstelling van DNA, niet zozeer in de samenstelling van de verschillende bouwstenen en de volgorde van de bouwstenen ligt, dan wel in het aantal kopieën dat we hebben van een bepaald gen of van een ganse reeks genen. En dat individuele variatie er precies in bestaat dat de ene persoon 5 kopieën heeft van een gen en de andere 25 kopieën heeft van een gen. En dat het niet enkel beperkt is tot genen, maar tot ganse reeksen van genen. Zodanig dat het nu ook duidelijk wordt dat het aantal kopieën dat je hebt van een bepaald gen of van een genregio een rol speelt in je voorbeschiktheid om bepaalde ziekte te ontwikkelen later in je leven. Nu, als we gaan kijken naar het product van al dat DNA, de eiwitten die eigenlijk het werk doen, dan ga je daar natuurlijk ook die diversiteit, die variatie in functie vinden. En de netwerken waarin die eiwitten allemaal zitten, want die werken niet elk in hun hoekje, die werken samen aan bepaalde functies, die netwerken worden ontrafeld en het is duidelijk dat ook daar die individuele verschillen in DNA-samenstelling belangrijk worden. Bovendien, en dat is een parenthese, wordt ook duidelijk dat sommige van die netwerken die bestemd zijn om een bepaalde functie of een afwijking te realiseren, dat die soms overlappen. En zo zien we dat de netwerken voor borstkanker, voor darmkanker en voor leukemie op sommige, ter hoogte van sommige eiwitten, overlappen, wat de hoop doet groeien dat men een bepaald aanknopingspunt zou kunnen richten en daar een behandeling voor ontwikkelen, waardoor verschillende ziekten door de gelijkaardige behandelingen zouden kunnen voorkomen of genezen worden. En tenslotte, de manier waarop onze cellen in ons lichaam, onze weefsels en organen omgaan met geneesmiddelen, wordt mede bepaald door de samenstelling van ons DNA. En dit verklaart waarom sommige personen met sommige geneesmiddelen enorme nevenreacties vertonen, die zelfs dodelijk kunnen zijn, en dat men dus naar de toekomst toe zal rekening kunnen houden met de samenstelling van je DNA en het soort geneesmiddelen dat je je lichaam kan verdragen of niet verdragen, wat dan gepersonaliseerde geneeskunde of gestratifieerde geneeskunde wordt genoemd. Maar denken dat je met die verschillen in DNA alle variaties zou kunnen uitleggen, is zeker niet duidelijk, want we weten dat het grootste gedeelte van het DNA geen informatie draagt voor de aanmaak van eiwitten, maar dat daar precies de controles in zitten op die stukken die wel informatie dragen voor de aanmaak van eiwitten. Daar zitten kleine kopieën van DNA, die micro-RNA's zoals ze genoemd worden, die gaan zorgen dat bepaalde genen minder of totaal niet functioneren. En dat zijn niet de enige controles, want daarbuiten weten we dat het DNA zijn functie geconditioneerd wordt door de omgevingsfactoren. En dat dit begint bij het begin van de embryonale ontwikkeling in de baarmoeder. Wat onze moeder heeft gegeten, welke ziekte ze heeft ondergaan, welke omstandigheden ze heeft moeten ondergaan, zal het DNA, de functie van het DNA van het kind dat ze draagt, beïnvloeden. En die omgevingsfactoren, die conditionering die je kunt voorstellen, al een soort kapjes die gezet worden op bepaalde regio's van het DNA, waardoor deze regio's minder of totaal niet gaan functioneren, wel, die controles die gaan toenemen in functie van de leeftijd, want die conditionering, die epigenetische effecten, die gaan nog toenemen in functie van de leeftijd. En uiteindelijk, de enige individuen waarvan we dachten dat ze wel degelijk identiek waren op basis van DNA-samenstelling, identieke tweelingen, die ontstaan zijn uit één en dezelfde bevruchte eicel, die beginnen delen is. En wanneer een hoopje cellen was, is dat uiteengevallen in 2 hoopjes cellen die zich elk tot een kind hebben ontwikkeld. Per definitie moeten die hetzelfde identieke DNA dragen. Wel, wat duidelijk is, is dat de conditionering van dat DNA, die epigenetische effecten, dat die verschillen tussen identieke tweelingen, maar dat men ook verschillen in de samenstelling van het DNA heeft kunnen aantonen, die dus ontstaan zijn nadat
die hoopjes cellen zich uit elkaar zijn gevallen en zich tot aparte individuen hebben ontwikkeld. Er zijn dus geen twee identieke individuen op deze wereld niet, wanneer je naar de samenstelling van het DNA of zijn conditionering gaat kijken. Nu, de oorsprong van je DNA, dat voor de helft van vader, de andere helft van moeder komt, gaat indrukken dragen die het geslacht van die ouder meegeven aan dat DNA. Dus wat je krijgt van vader en wat je krijgt van moeder gelijkt op elkaar, maar kan verschillend geconditioneerd zijn. Zodanig dat ook daar weer individuele verschillen kunnen optreden, al heb je hetzelfde DNA qua samenstelling, toch functioneert het verschillend, omdat je dat stuk nu juist van je vader gekregen hebt en niet van je moeder. En tenslotte, de bacteriën die op onze huid zitten, die in onze mond zitten, die in onze darm zitten, die miljarden bacteriën, die, waarvan het DNA in totaal veel meer betekent dan het DNA van ons lichaam, die bacteriën zijn extreem belangrijk, want ze interageren met onze cellen en ze gaan mede bepalen hoe onze cellen functioneren. Afhankelijk dus van het type bacterie dat je hebt in je darm, en dat kan variëren naarmate je bepaalde ziekte gaat ontwikkelen, gaat die flora kan die gaan gewijzigd worden. Gaat dus ook de functie van de cellen van onze darm, van onze huid, of de cellen in ons mondslijmvlies anders gaan functioneren en ook dit gaat zorgen voor die variaties die we zien. Uiteindelijk is een mooi voorbeeld van wat er met ons DNA, of de verschillen die je vindt in het DNA, wel, hoe dat je die kunt voorstellen, is huidpigmentatie. We denken in termen van rassen, dus blank en zwart bijvoorbeeld. En we denken, er zijn blanken, Nederlanders, en er zijn zwarten, Afrikanen. Maar als je gaat kijken in detail naar voldoende individuen, naar voldoende bevolkingsgroepen, dan zie je dat in feite die diversiteit veel groter is en dat het geen kwalitatieve verschillen zijn, maar kwantitatieve verschillen. Dat het kleine verschillen zijn tussen de verschillende bevolkingsgroepen. En met ons DNA, met de DNA-samenstelling, is het precies hetzelfde. Je kan niet zeggen, dit is het DNA van dat bepaald ras of het DNA van die ras, want de individuele verschillen zijn meestal groter dan die verschillen tussen die zogezegde rassen. Begrip dat we trouwens hebben afgeschaft in de genetica, omdat het geen lading dekt. Je hebt bevolkingsgroepen die meestal veel kleiner zijn dan wat we nu globaal als rassen gaan indelen. De individuele verschillen zijn dus enorm groot. Hebben betrekking op 1% van die 2,40 meter. Dat wil zeggen, één bouwsteen op de 100 kan verschillen tussen twee individuen. En bovendien is het nu ook duidelijk geworden dat in de laatste 50-100 generaties de toename, de groei, de bevolkingsgroei op deze wereld niet meer exponentieel is, maar veel sneller gaat. En dat als gevolg van die zeer snelle evolutie of toename van die bevolking, dat bepaalde zeer zeldzame varianten in de samenstelling van het DNA veel frequenter voorkomen dan je zou initieel denken. En bovendien is het nu ook duidelijk dat, al denken we soms dat we perfect zijn, dat elk van ons minstens 100 tot 200 stukken DNA heeft waar ernstige fouten in zitten die ernstige ziekten kunnen veroorzaken. Niemand is perfect. Nu de technologie laat ons toe van dingen te realiseren, zoals recent gepubliceerd, niet enkel de samenstelling van het DNA van een individu in kaart brengen op enkele dagen en binnenkort op binnen één dag tijd, maar bovendien om de activiteit van dat DNA te zeggen, de transcripten, het RNA dat afgeschreven wordt, de eiwitten en hun activiteit te gaan meten en dit te doen niet op één ogenblik, maar in functie van verschillende weken, maanden. Zodanig dat, zoals in dit voorbeeld, dat er zelfs infecties, virale infecties, kunnen gemonitord worden en dat men variatiewijzigingen ziet in de activiteit van de verschillende genen. Dat is technologie die vandaag beschikbaar is en die met de tijd veel beter koop zal worden en die ons informatie zal leveren, die heel duidelijk zal maken dat er geen twee individuen kunnen gelijkaardig zijn. En men zal dit uiteraard bij pasgeborenen kunnen gaan doen, omdat de technologie het toelaat en dat de kostprijs zeer snel naar de 500, naar de 200, naar de 100 euro zal gaan om uw DNA volledig in kaart te brengen. Blijft uiteraard het probleem dat je met het DNA alleen niet voldoende zult weten, al kun je op basis van DNA een idee krijgen van wat de fysische karakteristieken, de gedragskarakteristieken zijn en eventueel de risico's zijn om bepaalde ziekten te ontwikkelen later in het leven.
Maar bovendien moet je daar altijd bij rekenen dat je DNA gaat verder geconditioneerd worden naarmate je ouder wordt, dat de omstandigheden zullen veranderen en dat dus een momentopname u nooit al de informatie zal leveren die eventueel noodzakelijk zou zijn. Samenvattend kunnen we zeggen dat de migraties die we zien, de immigratie, de emigratie, extreem belangrijk zijn, omdat ze de diversiteit van ons DNA gaan verhogen. Dat wat in het verleden gebeurd is, als de Neandertaler en voor de Neandertaler Homo ergaster of Homo erectus, en dan de Neandertaler en dan de Homo sapiens, onze voorouders, uit Afrika zijn gemigreerd, wat men dan Out of Africa 2 heeft genoemd. Wel, dat iets gelijkaardigs. Zij het niet enkel Out of Africa aan het gebeuren is, maar dat er migraties aan het gebeuren zijn, omdat de mobiliteit verhoogt. En we zien dus het gevolg van die migraties zijn meer gemengde koppels, dus meer gemengde nakomelingen, wat de diversiteit van het genoom gaat doen toenemen. Wat extreem belangrijk is naar de toekomst, want omstandigheden zullen veranderen. Binnen een aantal generaties kunnen er omstandigheden, klimatologische en andere, zodanig moeilijk worden dat enkel een genoom dat voldoende divers is, zal kunnen gevonden worden om te kunnen overleven. Met andere woorden, migratie, emigratie is belangrijk voor ons genoom, is belangrijk voor de toekomst van onze soort. En uiteindelijk is er niks nieuws onder de zon, want onze voorouders hebben het ook gedaan. Dank u.